Het wordt statistisch gezien interessanter als je met alle 100 op date zou gaan. De liefde is natuurlijk lastig in cijfers te vatten, maar wij statistici houden wel van een uitdaging. En er is ook onderzoek naar gedaan. Uit een Duitse studie onder meer dan 400 speeddaters bleek dat het slagingspercentage van één date zo'n 5% is. 5% had na 6 maanden een relatie. Stel je voor, er zijn op Tinder 100 mensen die jij wel naar rechts wilt swipen. De goede kant. Daarmee wil je wel op een date. En vervolgens ga je met één willekeurig iemand daarvan uit eten. Maar met niet iedereen zul je natuurlijk een relatie krijgen. In het onderzoek van mijn Duitse collega's was dat maar bij 5 van de 100. Dus de kans dat jouw etentje slaagt is dan wel geteld 5%. Niet heel groot dus. Het wordt statistisch gezien interessanter als je met alle 100 op date zou gaan. Dat zal ik even illustreren. Ik ben een trotse nerd, maar niet zo goed in sporten. Dus als je mij met een basketbal op een basket laat schieten, dan is de kans niet heel groot dat hij erin zit. Maar laat je het me de hele dag proberen, dan is het vrijwel zeker dat het op een gegeven moment gelukt is. Daaruit kun je leren dat hoe vaker je iets probeert, hoe groter de kans dat het lukt. Stel je even voor dat we bij elke date nog steeds die pool van 100 mensen hebben, waarvan 5 met wie ik een relatie kan krijgen. Probeer ik het met een eerste willekeurige persoon, dan is de kans op falen dus 95%. Probeer ik het daarna met een tweede willekeurige persoon, dan is de kans op falen ook weer 95%. Die losse kans verandert dus niet. Maar we zagen net, het aantal keren dat je het probeert heeft wel invloed op de kans dat het lukt over alle pogingen. Dus laten we het meteen goed aanpakken en op 100 dates gaan. Als je nou wil weten wat de kans is dat het de eerste en de tweede keer niet lukt, dan pak je daarvoor 95% van die vorige 95%. Je mag de kansen dan dus met elkaar vermenigvuldigen. Daardoor wordt het rode deel van de taart steeds kleiner naarmate je op meer dates bent geweest. Bij een slagingskans van 5% is de verwachting dat er na 20 dates iemand bij zal zitten met wie je een relatie zult krijgen. Het is natuurlijk wel een gemiddelde en iedere persoon verschilt. Want uit onder andere die Duitse studie bleek dat bijvoorbeeld aantrekkelijkheid en leeftijd veel invloed kunnen hebben op je slagingskans. Hoe ouder je wordt, hoe moeilijker het daten helaas wordt. Uit gegevens van een online datingplatform over heteroseksuelen is gebleken dat oudere vrouwen vooral op zoek zijn naar mannen van dezelfde leeftijd. Terwijl die mannen weer zoeken in een jongere pool. Maar die jongere vrouwen zitten helemaal niet op de oude lullen te wachten. Zij daten liever mannen van hun eigen leeftijd. Kortom, er wordt in de verkeerde vijver gevist. En hier is die slagingskans van 5% veel en veel kleiner. En loop je potentiële liefdes mis. Ja, in het vorige voorbeeld gingen we ervan uit dat bij elke date de omstandigheden precies hetzelfde waren. Dat noemen we onafhankelijke kans. Met onafhankelijke kansen is het makkelijk rekenen, maar de praktijk is natuurlijk anders. In de werkelijkheid heb je bij 100 dates natuurlijk nooit precies dezelfde omstandigheden. Iemand kan bijvoorbeeld bij elke date een klein beetje teleurgesteld raken omdat het alsmaar niet lukt. Zijn of haar gedrag verandert dan, waardoor die oorspronkelijke kans van 5% steeds een beetje kleiner wordt. De kans is dan in dit geval afhankelijk van je dateverleden. En daardoor is het niet meer 100% zeker dat het ooit lukt om een relatie te krijgen.